klein was daar, toen konden de kinderen daar nog zwemmen in de Vecht. Alleen een tijdje daarna kon dat natuurlijk niet meer, want het zou smerig was geworden. Nou, ik denk wel dat ik daar voor het eerst begonnen ben met saxofoon spelen. Ik was toen 6 of 7. En ik luisterde 's nachts altijd als ik lag te slapen of hoorde te slapen. Luister ik altijd naar mijn vader en die speelde met het raam open over de Vecht. Maar het gaat geloof ik nu een heel stuk beter met de Vecht. En er zwemmen zelfs al soms mensen in de plus. Vroeger was het leukste van het leukste natuurlijk uit je eigen slaapkamer gewoon in het water springen. En 's winters gaan schaatsen.